Hey jongens, hier bent weer Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag heb ik mijn allereerste Call of the Ghost match voor jullie op Stonehaven. Het is Domination. Ik heb nog helemaal niks gespeeld. Ik heb 0 XP. Ik ben level 1. Ik heb net wel even een half uur bezig gezeten met mijn poppetje maken en alles. Want ik had allemaal speciale content die ik nog allemaal kon downloaden en al die kletsjes. Dat heb ik allemaal gedaan. Niet dat er heel veel speciaals bij zit, maar ik heb nou in ieder geval een leuk ghost masker en speciale camera en al die onzin. Nou, dat maakt ons toch niet uit. We gaan even spelen en kijken hoe het gaat. En ik heb om één ding heb ik al spijt. En dat is dat ik, je moet bij het begin kiezen tussen submachine gun of assault rifle. En ik heb gekozen voor assault rifle. En het probleem is... mijn beeld staat niet goed. Dat moet ik even zetten. Het probleem is bij mij dat... eerst even dit terug. Wat ik dus wil zeggen, nog een keer, is... Wat was ik aan het zeggen? Oh ja, natuurlijk. Je hebt hier geen stok. Shit, nou mis ik al gelijk de punten. Je hebt hier geen stok, waardoor het aimen hier heel traag gaat als je inzoomt. En dat is fucking irritant. Maar ja, we gaan het gewoon even proberen. Die camera is trouwens fucked up lelijk die ik hier heb. Oh, dat is ook hoog. Dat zou heel typisch zijn. Mijn eerste dead is omdat ik doodval. Hoppakee, mijn eerste kill. Woo! Hey, ik ben level 1. Ik heb 1 kill. Yay! Volgens mij heb je echt, als je 2 kills hebt, dan level je al. Nee, ik ben gesniped, denk ik. Ja, gesniped. Het begint al, jongens. De ellende begint al. Snipertjes. Waarom deze map, jongens? Deze map is cool, maar ik wist gewoon dat ik gelijk gesniped zou worden. Nee, mijn team is het voor hem. Oh nee, dat was een andere. Nou, het begint al lekker. We staan al 0-2. 1-2 was het trouwens. Even die vlag cappen. Wacht even met. Goed zo. Zo. Is die kerel naar dood of niet? Ik heb niet eens opgelet. Ik heb een assist volgens mij. Ik vind het boven. Kan ook nog. Nee, dat kan niet. God. Hallo. En dan ik even wat voorzichtiger moet doen. Ik ren heel de tijd zo makkelijk rond in deze map. Maar de map is zo open. En je zag het al. Snipertjes. Nou ja. Daar heb ik dus helemaal geen zin in, snipers. En die zullen hier wel veel zitten in deze map. Dus doen we even rustig aan. Kijk ik naar een snipe zie. Ik zie niks. Gelukkig. Anders was ik sowieso dood geweest. Ik ben ook blij dat ik nou niet echt iets merk qua lag. En dat was dus wel gisteren toen ik aan het spelen was. Als jullie mijn Instagram volgen, hebben jullie het gezien. Het was echt niet te spelen. Het was echt onmogelijk. En ja, ik denk nee. Dadelijk morgen mijn ghost heb ik dat weer. En gelukkig heb ik nou eigenlijk nergens last van. Ja, oppassen we die snipers nog steeds, hè. Dat is mijn probleem. Ik kan niet eens naar links of zo. Snel. Ik wil niet in de open ruimtes lopen. Dan word ik gelijk gesniped. Ja, ik zag hem hier door die vlag. Die vlag stond er precies voor. Die keer had echt geluk. Niks ervan. Lost Bravo. Oh, stond hij daar om het hoekje? Nee! Nee. Ben je weer een sniper? Ik sta 4-4, jongens. Het gaat niet echt als gepland. Ik ben nog steeds level 1. No way. Fuck, die gaat bad, man. Ik haat deze map nou al. Ik had op de Xbox gespeeld, vond ik leuk. Maar daar zat niet iedereen te snipen. Nou ben ik al 3 keer gesniped. En daar heb ik een bloedhond hekel aan. Kut snipers altijd. Jongen, lukt het niet voor. Oh jongen, ik ga niks meer naar achter. Nee, ik had niks moeten zeggen over connectie. Nou begint het te laggen. Nou ja, fuck it. We gaan gewoon verder. Dat is ook maar tijdelijk iets. Oké, we hebben UV, dat is gunstig. Dan zie ik tenminste al die snipers liggen campen. En hopelijk zien ze me niet komen, omdat ze toch zitten te campen. Hier boven mij zit er één. Hij zit niet boven mij, hij zit onder mij. Zo. Maar pak gewoon even een ander wapen. Waarom zou ik al die onzin van mezelf gebruiken als ik ook hun spul kan pakken? Zij zijn allemaal level, weet ik het wel. Level 14 zijn er al tussen. Level 8. En ik ben nog steeds level 1, of niet? Ik ben... Ja, nog steeds level 1. Damn it, in mijn rug. Waarom kom jij, man? Waar kom je vandaan? Nou. Ik word alweer gespankeld. Leuk, alweer een sniper. Nou, leuk spel, man. Call of the Ghost. What the fuck? Het gaat niet zoals gepland. Ik ben in ieder geval level up, of niet? Ik hoorde wel een raar geluid. Wat? God, wat een onzin. Ah!
Nou, geen pistooltjes voor mij, zie ik wel. Het gaat echt bagger slecht. Ik ben echt al 6 keer gesniped, volgens mij. Nou, in totaal 5 keer. Oh jongen, ga aan de kant. Ik wil die kant oplopen. Net werd ik ook alweer in mijn rug gekeild, omdat ze daar spawnen of zo, weet ik veel. Heb ik geen sniper? Ik ga even kijken of ik sniper heb. Fuck you. Alle deads zijn bijna allemaal omdat ze in mijn rug staan ook. En ik ging gunfight of zo. 1 keer, dat was net met een pistooltje. Dat was gewoon fucking stom. Ik dacht dat ik als je springt dat je wel gelijk wil schieten, maar ik kon niks doen, man. Twee enemies, ik weet het. Daar ook één. Ja, oh, die kan omlopen. Ja, ik wist niet dat hij open was. En dat is het probleem. Kennis van de map, die is er nog helemaal niet. Dus mensen, ja, die lopen dan toch wel allemaal netjes om. Dat weten ze dan al. Ik heb deze man met 1 keer gespeeld, dus ja, dat wist ik niet. Ik ben nooit in die hoek geweest. Ik was altijd aan die kant. Oh, wacht, daar zit weer die sniper verstopt, hè. Oh, jong gek. Je ziet ook nergens een, weet je nou hoeveel bar connectie je hebt of zo. Waarschijnlijk omdat dat onzin was. Klopt er nooit. Heb je 4 bar, heb je alsnog 1 bar. De ring, waar zijn we slecht? Nee, dan zit ik vast. Ja, dan zit ik vast op een steen. Dat heb ik weer. Nou, ik ben, ik zit 9 om 9. Ik zit bovenaan van mijn team. En van de 9 deads, echt, wow, hoe vaak gesniped, man. Ik dacht dat ze zeiden dat ze sniper eindelijk moeilijk hadden gemaakt in het spel. Nou, ik merk er niks van. Iedereen snipt me. Nope. Fuck you. Niet zoals gepland naar beneden vallen, maar oké. Okay. We hebben in ieder geval een set, kom maar naar dood. Ik gooi even daar een stun neer of zo. Nog een naadje misschien. Ik weet niet of zijn teammate iets doet daar. Misschien kan ik ze zien. Zou handig zijn. Oh, die setcom doet niet veel of wel. Hoppakee. Geen onzin, jongen. We kunnen wel wat. We gaan alleen even bij het begin slecht. Even inkomen. Eerste match van de dag, jongens. En ook nog eens eerste keer op deze game. Wat willen jullie? Pas op voor je rug. Pak die de hond. Pak hem, hond. Pak hem. Jezus, die hond doet ook niks. Ja, ik moet hier echt niet lopen. Gewoon vanwege die snipers. Kom hier. Ik weet niet van welke kant ik nou gekild heb. Of beschoten. Oh, leuk. Nee. Hoppakee, level up ook nog eens. Gotcha. Hoeveel? Er zijn alweer 3 man. Het gaat al zo snel. Ik moet mijn streak niet choken. Daar zit ik nou even op te letten. Dat ik dat niet doe. Het gaat op zich nou wel goed. Dat die hond gelijk dood is. Fijn, man. Ik heb altijd gekild door die beesten. Heb ik het? Gaat hij gelijk dood. Ja, ik zag hem niet goed. Ik weet wel dat waarschijnlijk die vent een sniper heeft. Want als ik altijd dood, dan is ook een mens die dan daar met sniper staan. Dat zou mij overkomen natuurlijk. Nee, wat zei ik nou? Ik moet hier niet heen lopen. Niet in mijn eentje in ieder geval. Even kijken. Dat werkt ook niet alleen, hè. Niet achter dit in ieder geval. Oké, mooi. Als je team meeloopt, ga ik mee. Dan vind ik het goed. Oh shit. Ik heb nog maar 1 kill voor mijn maniac. En daar staat een enemy. Pas op. Ik weet niet of ik nu opgepakt heb. Even wachten. Er staan hier enemies. Of wat is dit? Oh, dit is ook een SC. Hoppakee. Ja, jongen. Dat was eventjes close. Want ik wist dat hij er was. Ik was even kijken welk wapen ik opgepakt had. Nee, ja, ik zag hem zitten. Daarom ging ik niet verder. Kijk maar.
En terecht dat ik daar bleef. Fuck jou, fuck jou. Blijf ook een keertje wachten. En terecht. Mensen staan mij op te wachten met z'n tweeën. Geef mij die shit. Woo! Come on. Let's go. Ik zie dat gelijk dood ben. Dat weet ik echt. Oké, knife kan gewoon met R1. Dat is gunstig. Nope. Niet jij. Eerst knife kill. Hier was er nog eentje. Waar zit je? Oh, je bent dood. Lekker vlagcap of dan niet. Oh, je kan liggen met Juggernaut. Dat is ook leuk. Of Maniac of wat de fuck het is. We gaan nog even winnen, jongens. We moeten wel winnen. Ja, kom maar op, jongen. Kom maar op. Nee, je kwam knijven. Die mensen kunnen mij volgens mij niet heel gek veel doen. Tenzij ze een grenade launcher hebben of zo. Snipen. Ja, oké. Ze zijn dan heel snel achter elkaar schieten, maar ze hebben bolt action. Wat betekent dat dat niet kan? Waar zijn ze nou ineens allemaal, jongens? Keep on running. Doodum, doodum. Ha! Nog één. Nog één. Waar zit je? Jij zit hier boven. Oh, er zit... Oh, shit. Er spawnen enemies. Ik weet niet of dat slim is dat ik hem zo afren. Ik ren gewoon zo. Kom maar op, jongen. Kom maar op. Ik ben veel sneller. Hier. Ah! Dat is geweldig. Die maniac is volgens mij fucking insane als je op je afkomt. Echt zwaar overpowered. En terecht. En terecht. Die snipers moeten leiden, jongen. Die moeten leiden. Ja, zie jij hem ook? Ik zie hem ook wel. Met die met de buik om staan, kunnen we even deze vlag cappen. Kunnen we misschien nog winnen? Nee, ik wil de final kill. Ja, heb ik hem? Heb ik hem? Ik had net trouwens een keer een field order gekregen, maar ja, dat heb ik niet gekeken. Maar we zijn nou aan het terugkomen. Nee, knife. Oh, yes, 27-10 jongens, 2,7 kd. En gelijk. De hoogste streakers. Ik begin net met spelen. Ik ben bij het begin enorm veel gesniped. En dat ging enorm slecht. Ik ging gelijk 9 keer dood. 9 om 9. En vervolgens maak ik 26 om 1. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Voor een eerste match was het zeker niet slecht. En 6 caps. Dus ik ben eigenlijk overal MVP. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En alsjeblieft like voor veel meer Call of the Ghost. Tot de volgende keer. Houden we.